Hey en welkom in onze studio. Mijn naam is Frank Doorhoff en vandaag ga ik je laten zien wat je kan doen met de dome van onze Rogue producten. Nou, het magnetische rooksysteem is natuurlijk ontworpen voor de ronde flitsen, maar met een converter kun je het ook gebruiken op bijna elke speedlight. De converters zijn verleverbaar in een standaard editie en een kleine editie. En dat betekent dat je ze op feitelijk bijna elke speedlight wel kan monteren. Nou, het magnetische systeem bestaat uit een paar onderdelen, onder andere een gelhouder, een grid en natuurlijk de dome. Nou, wat doet de dome? Een speedlight is en blijft natuurlijk een kleine lichtbron. En dat betekent dat bijvoorbeeld voor een beautyportret je al gauw zal denken, nou, dat kan niet met een kleine lichtbron. Toch kan dat eigenlijk wel. En waarom? Nou, de dome maakt het licht omnidirectioneel. Dat betekent dat het licht niet meer gericht wordt alleen op het model, maar dat het letterlijk en figuurlijk alle kanten op gaat. Denk een beetje aan een gloeilamp, maar dan een mooie. Nou, de dome die zorgt er daarom voor dat je toch een wat zachtere lichtkwaliteit krijgt van die kleine speedlight. Nou, dan weet ik dat er een heleboel mensen helemaal gek zijn natuurlijk van beautyportretten. Want ja, dat verkoopt en dat vinden mensen ook mooi. En laten we heel eerlijk zeggen, het is ook gewoon mooi. Dus ik heb een opstelling gemaakt met een speedlight van ons, met de dome. En als reflector gebruiken we het Triflexion systeem. Nou, het Triflexion systeem is een uniek reflectiesysteem omdat het bestaat uit 3 aparte delen. Je kan ze aan alle kanten buigen, maar je zou ze ook eventueel los kunnen gebruiken als 3 aparte reflectoren. Nou, wat is het idee hierachter? We gebruiken de dome, die is omnidirectioneel, die heb ik boven het model hangen en die tikt als het ware naar de reflector toe. Maar omdat die omnidirectioneel is, gaat het licht ook natuurlijk op het model zelf en op onze Clickprop Backdrops achtergrond. We gaan gewoon eens kijken hoe dat eruit ziet in de praktijk en of ik het voor elkaar krijg om met 1 flitser een beautyportret te maken. Zoals je ziet, heel makkelijk. Is het perfecte beautyportret? Kan het beter met een beautydisc en een grote softbox? Waarschijnlijk wel, maar laten we heel eerlijk zijn. Op locatie wil je flexibel zijn, je wil snel zijn, je wil niet heel veel spullen meenemen. En met dat hele kleine pakketje van het magnetische systeem heb je een dome, je hebt het grid en je hebt ook nog een gelhouder. En het past allemaal in je zak. Wat vind je daarvan? Natuurlijk helpt de reflector enorm, hè, want de reflector opent natuurlijk het hele licht. We gebruiken puur het omnidirectionele om het licht overal heen te gooien. En de Triflexion die reflecteert het terug in het model. Maar het feit is wel, de dome zorgt voor het fantastische omnidirectionele licht. En op locatie, je hoeft geen softboxen meer mee te nemen. Dit werkt perfect. Tot de volgende tip!